in de Sint-Pieterskerk te Leiden huldigt de Leidse Universiteit veldmaarschalk Jan Smuts, tot voor kort minister-president van de Unie van Zuid-Afrika. Hem wordt het eredoctoraat in de rechtsgeleerdheid verleend. De prinses-regentes, prins Bernhard, talloze ministers en leden van het corps diplomatiek zijn aanwezig. De plechtigheid wordt geopend door de rector magnificus, professor Van Oven. De Senaat der Leidse Universiteit verheugt zich in haar midden een man te ontvangen die in de laatste halve eeuw in de geschiedenis der wereld een zo belangrijke en heilzame rol heeft gespeeld. Wij zijn er trots op hem het hoogste eerbewijs te kunnen verlenen waarover een universiteit de beschikking heeft. De promotor, professor Van Bemmelen. Op dit ogenblik waarop aan u door onze universiteit de doktersgraad wordt verleend vanwege uw grote verdiensten, kunt u er verzekerd van zijn dat dit tevens het bewijs is van het feit dat u in ons land vele vrienden hebt. Dan wordt een grijze maarschalk de gebruikelijke oorkonde, de doktersbul, overhandigd. Veldmaarschalk Smuts dankt hierna. Ik voel dit. Het is een eer niet alleen aan mij, maar het is een eer aan die Hollandse stam en verre Zuid-Afrika. En het zal daar waardeerd worden. Sprekend over Holland verklaart hij: voor mij is het een rede van vreugde om te zien hoe daar gewerkt wordt. Hoe daar alles gedaan wordt om die stoffelijke schade te herstellen en die land weer op binnen te brengen. En over Europa zegt Smuts: Europa moet niet een arme verwant worden van andere continenten. Dat is die leidende continent geweest. En het behoort te blij. En het behoort alle stappen te nemen om dit dadelijk zo gauw als mogelijk te bereiken. Holland heeft een goede rol in dit alles te spelen. Na de plechtigheid begeeft men zich te voet naar de academie. De Universiteit van Leiden heeft veldmaarschalk Smuts dank gebracht voor het vele en belangrijke werk dat hij met name in de laatste wereldoorlog ten bate van het Nederlandse volk heeft verricht.